Een hele goede middag en leuk dat je kijkt naar een spiksplinternieuwe aflevering van der Vlog. Het is vandaag moederdag, een beetje verlaten aflevering, maar ik ben in Hotel Maastricht en naast mij zit Jacqueline en die heeft mij hier uitgenodigd, want wat gaan wij hier vandaag doen? Wij gaan jou laten zien hoe je in Hotel Van der Valk Maastricht een moederdag kan vieren. Wij willen alle moeders in het zonnetje zetten door middel van een moederdagbrunch. En daar hoort ook altijd een klein cadeautje bij. En dat is dit keer een speciaal cadeautje, omdat we niet alleen de moeders in het zonnetje zetten, maar ook denken aan de toekomst van de moeders. En het cadeautje gaat ten goede aan de Stichting Alzheimer. Heel goed. En waarom het Alzheimerfonds? Nou, Alzheimerfonds, omdat ik een vriendin benaderde mij of wij met Van der Valk iets daarvoor konden betekenen. En ik heb een nichtje hier werken, Annette. En haar moeder, mijn tante, heeft Alzheimer. Dus ik zei, Annette, we gaan even brainstormen om hier iets leuks van te maken. Wat ontzettend goed en mooi ook. We staan nu midden in het restaurant tijdens de moederdagbrunch. Naast mij staat Annette. En Annette, ik begrijp dat jij elk jaar eigenlijk verantwoordelijk bent voor de moederdagcadeautjes. Dat klopt. Oké, en hoe belangrijk is dat Alzheimerfonds voor jou persoonlijk? In mijn persoonlijke geval heel belangrijk, aangezien mijn moeder 3 jaar geleden de diagnose Alzheimer heeft gekregen. Ze is nu in een redelijke stabiele staat en herkent ons allemaal gelukkig nog wel, maar haar leven staat wel op zijn kop. Met name haar agenda en haar emotionele kant is aan het wegvagen. Ja, oké. Dus dit is heel belangrijk dat we dit doen en dat we ook zorgen voor de preventie van Alzheimer. Ik denk dat dat het allerbelangrijkste is. Op dit moment zijn er 300 gasten aan het genieten van de moederdagbrunch in Hotel Maastricht. En de moederdagbrunch is net even wat uitgebreider dan het normale brunchbuffet. Speciaal om de moeders lekker te laten genieten. Nou, en ik ben hier om de moeders in het zonnetje te zetten met een vergeet-mij-nietje van der Valk. Kleinigheidje, maar natuurlijk ook voor het Alzheimerfonds. Ik ben inmiddels aangeschoven bij een hele groep gezellige mensen met wel geteld 1, 2, 3 moeders en een jarige. Dus jullie zijn hier gezellig moederdag aan het vieren. Bij de moederdag brunch in Hotel Maastricht. Hoe bevalt het tot nu toe? Heel lekker. Heel lekker. Ik werd hartstikke mooi verrast vandaag. Ik zie het, u heeft wat moois om uw nek hangen. Ik moet de ketting om haar hangen. Ja, heel goed. Mam zelf gemaakt door haar. Supergoed. Ik heb een heel mooi cadeautje gekregen. En van haar heb ik ook een prachtig cadeautje, fotolijstje vanmorgen. En daarna moest ik de blinddoek om. En toen ben ik in de auto neergezet. Dus leuk, lekker ongeremd. Gewoon een beetje zelf je eten bepalen, een beetje babbelen. Goed zo. En hebben jullie dan een soort van Valk-moment? Dat je aankomt bij Van der Valk en denkt, echt zo'n typisch Valk-moment. Nou, het Valk-moment was eigenlijk dat de blinddoek afging en dat ik precies gericht stond naar de vogel. Dus dat kon niet missen. Dat kon echt niet missen. Nee, toen wist ik ook meteen wat we gingen doen. Dat is hartstikke leuk. Heel leuk. Ja. Ik doe een opleiding, dus ik ben een jaar lang 5 dagen in een hotel geweest. Okay. Als ik dan aankwam dacht ik, ja, ik ben er weer. En de crème brûlée is mijn Van der Valk moment. En in het kader van moederdag doen we eigenlijk altijd, geven we een moederdag cadeautje aan onze gasten. En een beetje voor de moeders van de toekomst. Een vergeet-mij-nietje, ook mede namens het Alzheimerfonds, die is voor u. Omdat 1 op de 5 mensen in Nederland toch uiteindelijk leidt aan een vorm van dementie, bijvoorbeeld Alzheimer. Dus op dit moment ook nog niet echt een genezing mogelijk, maar preventie is er wel. Nou, daarom steunen wij het Alzheimerfonds en willen wij alle moeders een vergeet-mij-nietje geven. Alsjeblieft. Dankjewel. En voor u ook, mevrouw, een vergeet-mij-nietje. En meneer, omdat u jarig bent, ook een vergeet-mij-nietje. Dat vind ik super en dat vind ik ook een geweldig goed doel. Heel erg mooi. Heel goed. Dankjewel. Nou, geniet ervan, geniet nog even van jullie verblijf. We eten nu even lekker door. Heel goed, dank jullie wel. Tot ziens. Oké, bedankt. Ik sta op dit moment met Paula. En Paula is van het Alzheimerfonds. En Paula, kan jij me wat vertellen over de actie die we vandaag met Moederdag doen? Ja, we hebben deze bloemetjes laten produceren. En wij zijn natuurlijk ontzettend blij dat Van der Valk Hotels er ruim 6000 hebben afgenomen. Wauw. En waarom? Omdat 2 euro van dit potje met een vergeet-mij-nietje gaat naar onderzoek in het Alzheimercentrum in Limburg. Wij zijn een onderzoek gestart naar meer voorlichting geven over hoe dementie te voorkomen. Want uit onderzoeken blijkt dat door 30 tot 50% door middel van een gezonde leefstijl dementie kunt vertragen of zelfs voorkomen. En dan willen we mensen meer bewust van gaan worden. Nou, deze campagne gaan we beginnen als eerste in Limburg. Ja. En vanuit hier, Limburg, gaan we die uiteindelijk door heel Nederland oh, wat goed. Dus dit is de startplek van de hele campagne. Dus we zijn ook ontzettend blij dat... wat leuk. Ja, dat Hotel Van der Valk hier in Maastricht als eerste de actie heeft geadopteerd. En Jacqueline Cox vervolgens al haar familieleden en bekenden is gaan bellen en gaan e-mailen om mee te doen aan deze hele mooie actie. We hebben vandaag aan alle moeders hier hebben we een vergeet-mij-nietje weggegeven. Maar niet alleen hier in nog 18, in totaal 19 van de Valkzaken. 19 van de Valkzaken, ja. En nu mag jij ons gaan verklappen wat de opbrengst is, de cheque. Nou, Paula, we hebben ontzettend ons best gedaan en we hebben met 19 van de Valkzaken alvast een kleine start gemaakt met jouw actie voor de vergeet-mij-nietjes. De moeders die binnen Van der Valk een vergeet-mij-nietje hebben gekregen, hebben in ieder geval voor het Alzheimerfonds Limburg volgende bedrag bij elkaar gehaald. Wow. Mag ik deze aan jou overhandigen? 58 euro. Dank je wel. Officieel moment, dames. Heel goed. Een mooie bezoening. Alsjeblieft. En van harte gefeliciteerd. Een hele succesvolle actie. Ik ook. Nou, vond je dit een ontzettend leuke video? Like hem even, deel hem even. En inderdaad. En check ook even het Alzheimerfonds. Check ook even de app. Hoe heette de app ook alweer? Mijn brein coach. Mijn brein. Nogmaals dank voor het kijken en tot de volgende keer. Doei doei!